Lieve allemaal, vandaag wil ik graag met jullie bespreken hoe je jezelf helpt uit enorm destructieve gedachten. Ik kreeg een e-mail met eigenlijk maar twee zinnen die enorm veel vertelden. Ik lees hem even voor. Hoe kan het dat ik steeds weer enorm van slag raak en dan in een spiraal raak met gevoelens en gedachten niet meer te willen leven en wens te sterven? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan of hoe kan ik dit helen? En dat was het. En met zo'n mail kan ik eigenlijk in die zin wat minder, omdat ik geen idee heb verder wat voor iemand het geschreven heeft. En zo paranormaal ben ik niet dat ik dit door de mail heen zie, omdat ik weinig aanknopingspunten heb. Maar het geeft wel een hele mooie insteek om dit eens een keer helemaal breed uit te leggen van hoe werkt het mechanisme eigenlijk. Waarom we zo ver kunnen afglijden in een bepaald moment of een aaneenschakeling van momenten. Tot inderdaad zover dat je gewoon hier niet meer wil leven. En wat dat betreft is het een mooie vraag. En één wat ik graag wil teruggeven voor iedereen ook die dit herkent in minder of meerdere mate. Is jij hoeft niet geheeld te worden. Dit hoeft niet geheeld te worden. En dat zeg ik omdat ik duidelijk wil maken dat jij, dus wie jij werkelijk bent, en er is maar één jij, dat is al volledig heel. En wat er hier continu gebeurt en waarom het niet heel lijkt, is omdat we iets zichtbaar willen maken wat mensen continu doen tegenover zichzelf. En ik ga dus ook altijd mensen tegemoet alsof ze al heel zijn. Ik ga nooit mensen tegemoet alsof daar iets gefixt moet worden, want dan zend je alleen maar eigenlijk een intentie uit van er is iets niet goed met mij. Excuses voor mijn telefoon, die zal ik heel even uitzetten. En als je de heelheid uitnodigt, dan heb je de helft al gewonnen. En wat er hier aan de hand is, en mensen herkennen dit waarschijnlijk, is een mechanisme waarmee we eigenlijk continu in een looping komen van destructiviteit en niet doorhebben dat we dat zelf toestaan en niet doorhebben hoe we dat ook kunnen doorbreken en eigenlijk het roer van onze geest in onze eigen hand moeten nemen. Want de meeste mensen hebben het gevoel dat ze prooi zijn van hun gedachten, zeker als het om destructieve gedachten gaat. Dus één, het stukje hoeft niet geheeld te worden, dat is belangrijk. Als ik jou aankijk, als je mij nu aankijkt en je kijkt achter mijn pupillen, daar is een bron van heelheid en liefde. En ik refereer daarna omdat het hopelijk ook die heelheid in jou spiegelt. Want in jou ziet iets precies hetzelfde eruit. En dit kun je ook zien omdat je ergens dat herkent. Stel je voor dat je jezelf de hele nacht door continu met een zweep zou slaan. Zo, woep, wammes. En je hebt dat niet door. En dan kunnen dan mensen om je heen zeggen, joh, stop daar nou mee. Maar als je niet door hebt dat je jezelf slaat, dan voelt dat alleen maar heel erg van, ja maar, wat bedoel je nou? En ik lijd hieronder, maar ik weet het niet. En in wezen slaan mensen met dit soort gevoelens continu zichzelf door de dag heen zonder dat ze dat doorhebben. En ik ga je uitleggen hoe je dat doet. En daarvan moeten we eigenlijk kijken naar het begin van waar die looping begint. Er is bijvoorbeeld, en je noemt hier in de mail, hoe kan het dat ik steeds enorm van slag raak? Dus je raakt ergens door van slag en dan in een spiraal raak. Dus dat is al heel goed geobserveerd. Ik raak ergens door van slag, dan is er een spiraal. En vervolgens zijn er gevoelens en gedachten, dus eigenlijk gedachten en gevoelens op feedback van die gedachten, om niet meer te willen leven en zelfs te sterven. Nou, die destructieve spiraal die gaat dus heel erg laag en heel erg diep en heel erg wijd. Tot het gevoel dat je inderdaad, en dat kan ik me voorstellen, als je jezelf zo enorm inlaat met gedachten als zelfhaat, ik doe het niet goed, ik ben fout, minder dan een ander en ik red het niet en ik wil het niet meer op deze manier en dit is toch geen leven. En ik hoor je dat continu nog verder associëren en nog destructiever.
en zo wens ik het niet meer. En er wacht toch niemand op mij. En dat is toch niet voor mij weggelegd. En dan krijg je dus ook het gevoel alsof leven niet meer leuk is. En dat het, zeker als je een idee hebt over de dood, je toch ergens brengt waar het fijn is. Kan dat een geruststellende gedachte geven, waardoor je ook die gedachte, en het is fijner als dood, en ik wou dat ik daar was, want daar is vast alles rustig. Dat soort gedachten komen dan ook nog eens op die enorme heuvel, of eigenlijk associatieve ring van destructieve gedachten. En ik hoop dat ik hiermee duidelijk schets wat er dus gebeurt in die geest. En de crux zit eigenlijk hoe je dit kunt, tussen aanhalingstekens het hele, dus het gaat om hoe je dit kunt doorbreken. Dat is in het begin waar je een van de eerste gedachten, destructieve gedachten, serieus neemt. En dit is belangrijk om te begrijpen. Het is net of dat er een ego jou overneemt. Hè? Dat is waarom mensen denken dat het een soort van derde persoon is. Dat neemt mij over. Maar eigenlijk zijn het allerlei identificerende gedachten, mijn gedachten. Ik ben niet goed, dat lukt mij nooit. Het is hier niet fijn, dus ik wil weg. En dus die mijn gedachten, die neem je serieus alsof ze waar zijn. En het serieus nemen, het waarmaken, dus de lading leggen in die gedachten, dat is iets wat wij doen en dat is hetzelfde als het zwepen, jezelf zwepen. Dus op het moment dat jij doorhebt, hey, dit is wat ik doe, ik neem die gedachten serieus. En het is dus ook mogelijk om te kiezen om die gedachten niet serieus te nemen. En wat niet helpt is om positieve er tegenover te zetten. Wat we juist willen, kan ook helpen trouwens, maar die zijn ook niet helemaal consistent. Ik zeg even stop, want ik ben een opname aan het opnemen voordat er iemand tussendoor loopt. En wat er dus gebeurt is, het is nodig dat jij dus controle neemt over je mentale gereedschap en zegt, ho stop, als die eerste destructieve gedachte voorbij komt. Ho stop, hier heb ik geen zin in, want dan komt die spiraal wel en die ken ik nu wel en die is niet fijn. Ik pas hiervoor. De gedachte is namelijk, dat is een ton van allerlei mogelijkheden die in je opkomen, maar je hoeft ze niet allemaal te pakken. Want waarom pak je wel degene, ik doe het niet goed, en waarom pak je niet degene, ik doe het wel goed? Dat is een keus in dat moment. En die keus moeten we bewust gaan maken. Dus die destructie komt erop, dat voel je omdat het naar voelt. Dat is waarom emoties helpen. Die zeggen, ho, hier is iets aan de hand wat niet klopt. Dus door die emotie te voelen word jij wakker. Oké, ik heb nu iets geloofd, iets serieus genomen wat dus niet goed voor mij is. Ik stop hiermee. En in plaats daarvan gaan we naar die helende ruimte die wij al zijn. Die rust, die heelheid die wij al zijn. Al die gedachten, ik ben gedachten. Elke omschrijving van ik ben is niet wie je bent, maar is een idee over wie je bent en hoe het moet. Dus wat we doen door dat gedachte te stoppen, te doorbreken, is je gaat niet kijken naar de gedachte van ik ben, maar je gaat je focus verleggen naar je voelende zelf. En dan bedoel ik degene wie je werkelijk bent. En dat is eigenlijk het gat tussen al die gedachten. Eigenlijk het grid in de matrix, waarin je niet in die identificatie van de gedachtenstorm zit, maar in die rust van het helemaal niet denken. En dat is ongetwijfeld makkelijker dan ik nu vertel, maar dit vraagt oefening ook in stoppen. En dan heb ik het je niet nog wel uitgelegd, voor als het weer zover is. En dus op het moment dat je niet je focus legt in die destructieve gedachten, maar je laat focus helemaal nergens naartoe gaan, dus niet in die gedachtenlaag, maar in het absolute hier en nu. Bijvoorbeeld naar je ademhaling, naar je zintuigen, naar hoe je lichaam in de stoel zit, naar de kleuren van de natuur om je heen, muziek, geluiden die je op de achtergrond hoort, zonder ook maar één moment in associatieve gedachten weer te glijden. Je blijft al je aandacht en het kost inspanning richten op fysieke werkelijkheid, zonder er ook maar iets van te vinden. Zodat je niet in gedachten kunt staan, ik vind, want dan ga je weer in mijn gedachten. En identificatie is waar lijden is. En wij willen in ervaring, dus niet in identificatie, maar in ervaring van dit moment.
Want in ervaring van dit moment, zonder identificatie, daar zit de rust. Nou, dat was heel veel in één keer. En spoel het nog een keer terug, luister het nog een keer naar. Maar dit is eigenlijk in het kort verteld hoe het proces werkt. Ja, nu nog oefenen. En je mag het me 1000 keer nogmaals vragen tijdens lezingen en trainingen. En ik ga het nog 1000 maal iedere keer vanuit een andere invalshoek uitleggen, zodat het stukje weer een beetje duidelijk gaat worden. Fijne dag. En ik hoop dat jullie controle nemen over dat mentale gereedschap en de keuze begrijpen die wij hebben in het filteren van onze gedachten naar overtuigingen toe.